Je zou jezelf de vraag kunnen stellen of Suriname nog voldoet aan de beginselen van de rechtsstaat. De manier waarop deze minister met deze zaak omgesprongen is, neig ik te zeggen dat Suriname eigenlijk feitelijk geen rechtsstaat meer is. In de zaak van Asfini zijn er zoveel dingen fout gegaan. Dat ik denk dat men zich de vraag moet stellen of wij nog door kunnen gaan voor een fatsoenlijke staat. Kunt u uitleggen dat bureau Asawini een werkarm is van het Volkstribunaal? Ik weet niet waar het vandaan komt, maar mevrouw Asawini is gewoon medewerkster bij het Volkstribunaal. Mevrouw Asawini heeft in opdracht van openbare aanklager heeft haar werkzaamheden verricht in het district Brokopondo. En dat heeft ze gewoon gedaan op basis van de uitspraak van van de OAS, de zogenaamde Samaka-vonnis. En ze is op pad gegaan met de bedoeling om de mensen mee te delen dat het vonnis een serieus ding is. Dat moeten wij allemaal gaan uitvoeren. De mensen horen daar niet te zijn, omdat ze daar onrechtmatig zijn en bezig zijn. Daarop, heb ik begrepen, is er een aangifte gedaan. En mevrouw Asawini die heeft tegen die aangifte, die ze vals vond, een tegenaangifte gedaan. En haar aangifte is in de behandeling genomen. En de aangifte van de tegenpartij, zal ik maar zeggen, wel. Dat heeft geleid tot haar aanhouding. En inmiddels is ons alle bekend dat die aanklacht van de kant van de staat, zal ik maar zeggen, is ingetrokken. Omdat de staat kennelijk geen grond aanwezig achtte om deze zaak door te zetten. Wat doen jullie vanuit het Volkstribunaal nu? Het Volkstribunaal was gebuigd over de vraag of de Surinaamse regering de bevoegdheid heeft om een Sarmakaanse burger, zoals u mee haar, het land te mogen uitzetten. Brokopondo, Sipaluwini, dat valt onder de rijkwijde van het internationaal recht. Er is een vonnis. Dat vonnis is door deze regeringen op een flagrante manier geschonden. En kunnen wij dat laten liggen? Nee, dat gaan we niet laten liggen. We gaan er iets mee doen. Dus er komt we gaan een zaak tegen de staat aanhangig maken. Of de staat van mening is dat de staat zomaar dit kan doen wat ze gedaan hebben.